Nou, zeer serieus. Dit is hele gevaarlijke retoriek. Het is onverantwoorde retoriek. En daarbovenop een situatie waar Rusland net een land is binnengevallen. Een volledige invasie van een democratisch buurland. Mm-hmm. Dus ja, wij nemen dat zeer serieus. Dus had je dit verwacht? Zag je dit aankomen? Nou, nee, dit specifiek hebben we niet zien aankomen. Nee. Maar we houden wel met alle scenario's rekening. Maar is hij nou het contact met de realiteit verloren of is dit powerplay? Ik bedoel, als jullie daar binnen de NAVO over praten, wat hoor je dan? Nou, we speculeren niet. We nemen alles wat de heer Poetin zegt serieus. Want dat moeten we, omdat we voorbereid moeten zijn op alle scenario's. En natuurlijk hopen we dat dit vooral retoriek betreft. Ja. Maar speculeren doen wij niet. Maar nou, hij is kernwapens is de bedoeling altijd dat het afschrikt. Het is nooit bedoeld het te gebruiken. Dus bent u ervan overtuigd dat dat in dit geval ook zo is? Nou, ik vind het zeer angstwekkend. En ik denk dat ook de secretaris-generaal van NAVO, Jens Stoltenberg, maar ook de Amerikanen hebben heel duidelijk gezegd, dit is onacceptabel. Want het risico van dreigende bewoordingen met het ultieme wapen, kernwapens, daar zit altijd een risico in dat je door een fout, door een escalatie, dat we verder afdrijven. Dus dit is heel zorgwekkend, zoals David zegt. Vooral met